week in 1778 was compleet anders. We zagen hier veel landbouw en weinig woningen. In de loop van de tijd is Molenbeek meer en meer bevolkt. Daarom is er meer wegen, woningen enzovoort. De Nieuwse Steenweg is er al heel lang. Vroeger ging het door de landbouwgronden en nu door Anderlecht en Molenbeek. Voor de Franse Revolutie woonden de Karthuizers dicht bij de kerk die hier stond. Daarna worden ze verjaagd door de Fransen. In de 19e eeuw kwamen de schutisten die gespecialiseerd waren in missionering. Dit wil zeggen dat de paters overal gingen op de wereld om de mensen te bekeren tot de christendom. Nu zijn er steeds minder paters en geld. Tegen 1974 stonden een deel van de gebouwen leeg en de kerken stonden in hele slechte staat. Paters hebben hun locatie verkocht. De Vlaamse overheid wou de kerken beschermen, maar dit mislukt. De promotor liet alles afbreken. In de gemeente van Molenbeek staat het park Marie-José. Die heeft echt een geschiedenis. Dat gaan we straks zien in de komende minuten. Maar nu gaan we eerst dit park vergelijken met het park van Brussel. Hier staat het voetbalveld en dat hebben we niet in het park van Brussel. Het Marie-Joseph Park heeft meer open en gesloten ruimte dan Brussel Park. Hier kan je dat zien, hier, dat is een open ruimte en daar zijn meer gesloten ruimte. In het Brussel Park we hebben we rechthoekige geometrie en dit hebben we niet hier in dit park. Hier, de schikken in dit park hebben een natuurlijke vorm dat we hebben niet in die van het park van Brussel. En nu gaan we de kenmerken van het park samen zien. Er is een combinatie van het relief dat zorgt voor een beter gevoel voor de mensen. Er is ook een combinatie van een open en gesloten ruimtes dat zorgt dat de mensen zo samen kunnen amuseren, picknicken, wandelen of ook zitten. En het park is ook bochtig zodat de mensen kunnen wandelen en ook fietsen. Er zijn veilbomen en ook grasveld. Er zijn drie vijvers en dat zorgt voor een mooier uitzicht. En hier merken we dat de landschaparchitect functioneel is. We zitten hier in het midden van het park, die is geopend door de prinses Marie-José in de jaren 1922. Toen was ze gewoon maar 16 jaar en ze is de dochter van de koning Albert I. Het park wordt aangelegd na de sloten van het kasteel Ostendal. Voordat we vragen waarom het kasteel van Ostendal wordt afgebroken, willen we eerst weten wat is Ostendal en voor wat stond het. Ik zit nu op de huidige plaatsen van het kasteel. Hier achter mij staat het kasteel. Het was eigenlijk een plezantie. Het kasteel was een versterkte hoeve met een slottengracht. Hier staat een grote tuin met verschillende gebouwen en drie kleine vijvers. Zoals we weten, hier staat niet meer een kasteel. Dit was afgebroken in de jaren 1931 na jarenlange leegstanden. Hier hebben we de vijvers. Die vijvers waren in de tuin van het kasteel van Ostendal. Zaten vissen in de vijvers. En hier achter ons zijn we de twee andere vijvers. Vanaf de Eerste Wereldoorlog wordt het domein aan het publiek aangesteld. Het plek wordt de urbaniste en architect Louis aangelegd tot een park. Dit kleine bouwwerk wordt in de 16e eeuw gebouwd voor de christenen. Waarom sta je zo, mijn zus? De mensen vroegen hier hulp via gebed aan Sint-Trucius. Hij was ook bekend als pestleider. Dit wordt gebouwd uit rode baksteen met daarop een kruis van blauwe hardsteen. Het park wordt gebruikt door allerlei mensen of iedereen. Kinderen, wandelaars, ook huisdieren met hun bazen en ook voor school uitstappen. We hebben iemand om te interviewen voor het belang van het park. Wat vind je van het park? Ja, het park is leuk tijdens de zomer als het goed weer is. Maar niet als het echt weer is. Ja, en gebruik je dat met je vrienden? Nee, want ik ben niet van Brussel, maar mijn vader woont hier van achter, dus ik kom wel langs af en toe. Ja, oké, dank u. Graag gedaan. Tot 1920 stond er een hoeve in een huis. Het heette Schone Berg of Steenberg. De buste van koning Albert I is een beeld met schouders, borst en hoofd. De buste is gemaakt uit brons en de sokkel uit beton. Het lijkt alsof het rots is, maar het is eigenlijk beton. Dit wordt gemaakt door de kunstenaar. Albert I is de derde koning van België. Hij wordt ook de soldaatkoning genoemd, want hij regeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij is ook zeer populair bij de bevolking, want hij bleef tijdens de oorlog in de buurt van zijn troepen. Hij is niet de logische troonopvolger.
De tweede Belgische koning was Leopold II. Leopold II was de onkel van Albert I, maar de zoon van Leopold I stierf. Dus wordt Albert I onverwacht koning. Hij was zo populair bij de bevolking dat er zoveel standbeelden zijn. Vandaag staan we aan de Nieuwse Steenweg. Wist je dat de Nieuwse Steenweg werd aangelegd in 1828, zodat Brussel verbind werd met Itterbeek, Diebeek en Ninove? Ja, en ik heb ook gehoord dat ze hier juist een kerk gebouwd hebben, omdat de inwoners de dikste kerk bij hun waren, 2 kilometer weg. Kerk werd genoemd naar de priester van de 17e eeuw, Vincentius Apollo. Zijn bijnaam was dan Vaders van de Armen, omdat hij altijd alles wilde doen voor de armen. Volg ons mee naar de oude kerk en de huidige school. Ik sta hier voor de schoolingang van de school Sint-Guido-Instituut. En hier was het vroeger een conciergewoning. En naast mij was het vroeger een pastorij. Het gebruikte materiaal was bruine baksteen en blauwe hardsteen. Hier achter mij bevond zich de ingang van de kerk. Vroeger waren de ramen van de ingang wit, maar nu zien jullie dat de ramen doorzichtbaar zijn. Dit heeft een uitnodigend effect voor de inwoners. De oude kerk werd herbestemd tot een nieuwe school. Maar wat is dat nu juist, een herbestemming? Herbestemming is eigenlijk gewoon van een oud gebouw een nieuwe functie aangeven. En nu gaan we een rondleiding krijgen van een zuster. Hallo, ik ben zuster Marie. Hallo. Komen jullie voor een rondleiding? Ja. Kom maar mee. Zuster Sophie gaat een beetje uitleg geven over de oude kerk. Welke materialen werden er gebruikt voor het bouwen van het kerk? Dus de materialen die gebruikt werden waren bruine baksteen, blauwe hardsteen en natuurlijk beton. Dus door deze materialen ontstaat er eigenlijk een kleurencontrast. En deze kleurencontrast die zorgt voor een gevoel van dichtheid. Het interieur van de kerk is opgebouwd uit beton en die beton is gewapend, dus verstevigd door metalen staven. Voor deze techniek krijgen we eigenlijk een bijzonder stevige bouwmateriaal. Beton wordt ook gebruikt voor de glasramen van de kerk. En dit noemen we de glas-in-betonraam. Dit was ook nieuw tijdens de jaren 1920. Hier achter mij zien jullie een betonraam met een groot kruisteken. En beneden waar nu tafel zitten, was vroeger de koor van de kerk. Vroeger was de kerk een plaats om te bidden en nu is het een eetzaal en een sportzaal. Wat is dat? Wat? Die geluid. Ik hoor geen enkel geluid. Maar jawel, er is een geluid. Wat? Allee, kom maar mee. Er is een geluid. Jawel, er is een geluid. In welke stijl werd de kerk opgebouwd? Dus de kerk werd opgebouwd in geometrische vormen, zoals cilinder, een balk, een kubus. En hierboven zien jullie bijvoorbeeld in een balkvormige figuur. Ben je zeker dat we horen niks? Ik hoor niks. Oké. Veel leerlingen horen soms tijdens de lessen en tijdens de speeltijd de orgel spelen.
Hier zien jullie puzzels. Het is de geest die soms puzzel maakt. Dat is zijn hobby. Wat zou de bedoeling zijn geweest van de Hoge Toren? Dus de kerk en haar Hoge Toren waren een herkenningspunt voor de buurt. We zijn hier nu voor de rechter en we willen een paar leerlingen ondervragen over de problematiek van paranormale geluiden op school. Oké, dus we hebben hier Muna. Umayma. Hebben jullie al last gehad van paranormale geluiden of activiteiten? Ja, in de les Nederlands, dus dat was gisteren. En we hoorden zo deuren kloppen enzovoort. En er waren ook keiveel wind en geluiden. En we hoorden ook iemand schreeuwen. Hier ben ik met de leerkracht Nederlands. En ik heb een vraag voor u. Is het waar dat er paranormale dingen gebeurt? Nee, dat is echt niet zo gebeurd. Je weet wel, tieners, secundair, hebben nog heel veel creativiteit. En ze uiten dat op verschillende manieren. Dus nee, dat is gewoon een beetje fantasie. Dus mensen, dit was onze rondleiding. Hopelijk hebben jullie ervan genoten en kom ons zeker nog eens bezoeken. Als jullie durven. In de 18e en 19e eeuw werden er twee belangrijkste transportassen aangelegd. Namelijk het kanaal en de Ninoofse steenweg. En die zorgen voor de versnelling van de industrialisatie in Sint-Jans-Molenbeek. Maar wat is juist industrialisatie? Industrialisatie heeft twee kenmerken. Specialisatie en mechanisatie. Bij specialisatie wordt het werk verdeeld in meerdere deeltaken. Er zijn daarbij meerdere arbeiders nodig. Bij mechanisatie proberen ze de machines te gebruiken en minder spierwerk te gebruiken. Het Westasiel was belangrijk voor Molenbeek voor meerdere redenen. Twee van die redenen zijn industrie en transport. Sint-Jans-Molenbeek was een logische keuze als plaats voor industrie voor drie redenen. Ten eerste lagen hier spoorwegen en een kanaal. Als tweede was er een grote toename aan arbeiders hier in de buurt. En ten derde was er hier veel platteland en dieren en dus veel plaats voor fabrieken. We zijn nu in de Verheidenstraat. Zoals jullie kunnen zien, er zijn veel nieuwe gebouwen. Alles is modern. Hier op nummer 7 was er een emaillerie. Ze maakten hier metalen affiches en straatbordjes. Dus hier zien we duidelijk een tramstelsel omwille van die sporen die hier staan en die trammen die hier in en uit gaan. Sommige delen van het gebouw dateren sinds het begin van de 20e eeuw. De dak is typisch voor zijn tijd. Binnen zijn er grote ramen die natuurlijk licht binnenlaten. Het is een typisch rijhuis van de 19e eeuw. De architecturele elementen zijn balken en de verschillende soorten stenen. De gevolgen daarvan zijn dat het is praktisch en opvallend. Vroeger was dit hier een bedrijf. Die heette Oxydrieke. Ze waren gespecialiseerd in de productie van zuurstof en waterstof. Hier was het vroeger ingedeeld in 7 fases. De oudste gebouw dateert van 1889 en de recente gebouw dateert van 1952. Dit was vroeger een overblijfsel van een brouwerij. In 1950 was het een van de grootste brouwerijen in België. Dit hoekgebouw is esthetisch gebouwd. De architectuur is dus decoratief. Voor het gewelf gebruikte de architect meerdere materialen. De brug hier is een onroerend erfgoed. Het is een historisch gebouw. Alles is hier hetzelfde gebleven, behalve dat er geen platteland meer is en dat er wel veel meer gebouwen zijn. De straten en de stoepen zijn wel hetzelfde gebleven, behalve dat er wat veranderingen zijn in de structuur daarvan. Dit wordt nu een middelbare school, maar we willen dat het eigenlijk een historisch gebouw blijft. Het is een slechte combinatie dat er ook studenten zijn en ze willen ook al die dingen bewaren. Meneer, ja. Weet u waarom deze huizen gebouwd zijn? Nee. Wel, in de 18e eeuw was Molenbeek een landelijke gemeente. Maar er zullen veel veranderingen aankomen. Vanaf de 19e eeuw is er een snelle groei van de industrie, waardoor de klasse arbeiders ontstaat. In het einde van de 19e eeuw wilden de bourgeois, dus de rijke mensen,
meer respect voor de arbeiders en recht op een goede huisvesting voor de arbeiders. In 1869 hadden de NVW hier een arbeiderswijk gebouwd. In het begin waren er 16 paviljoenen, waarvan nu vandaag alleen maar 13 bestaan. In één paviljoen staan er 4 woningen onder één dak en hier zijn 4 tuinen rondom het. In 1869 was dit nog steeds een landbouwgrond. En die landbouwgrond was naast een fabriek. En daarom was het logisch om hier een arbeiderswijk te maken. Omdat de arbeiders makkelijker naar hun fabriek of naar hun werk konden gaan. En de comfort, de grootte en de vrije plaats dat de arbeiders hadden, vonden het heel goed. Het was eigenlijk een soort ongeziene luxe voor hun. Omdat toen ze in de stad woonden, hadden ze geen plaats. Omdat ze met meerdere mensen moesten wonen. Terwijl hier zij een tuin hebben en nog hun eigen plaats, een grotere plaats. In zo'n huis kunnen er 4 kleine gezinnen wonen. En voor een grote familie heb je een gebouw waar er 2 gezinnen kunnen wonen. Een grote familie bijvoorbeeld, 2 moeder, vader en 2 kinderen. De hogere klasse en de arbeiders waren afgescheiden door de weken of door de straten. De hogere klasse wilde niet dat er ziektes en armoede of zo'n effect naar hun plaatsen zou komen. En daarom waren de hogere klasse akkoord met de goede samenleving. Nu wandelen we in Edmonds Machtenslaan. Edmonds Machtens was een burgemeester van Sint-Jans Molenbeek. Hij bleef 40 jaar op de post. Hij drukte zijn stempel op 2 sociale huisvestigingsdiensten. Met 2 bedoelingen. Zijn eerste bedoeling was de sanering van de oude straten en de tweede was het inrichten van wijken rondom Marie-Jusse Park. Deze laan kreeg zijn naam als een eerbetoon van de jarenlang burgemeester van Molenbeek. De Bekantelaan en de Roverenlaan werden na de Tweede Wereldoorlog uitgetekend. De ontwerpen kwamen van de architect Van Damme. Hij ontwierp een gebouw in hoefijzervorm. Voor de Tweede Wereldoorlog waren hoog gebouwen een schande, omdat dit de situaties herhaalde van de onhygiënische en slechte sociale moeilijkheden. En dat had ook een slechte reputatie voor de slopenwijken. Maar na de Tweede Wereldoorlog werd die visie helemaal veranderd. De hooggebouwen zijn tot de dag vandaag een uiting van de levenswijze van de moderne mens. De werken begonnen in 1952 en er werden 152 woningen gemaakt. Na 4 jaar waren er 114 woningen klaar en klaar om verhuurd te worden. De comfort was na de oorlog heel beter. Er was 1 badkamer, een kelder, een garage en heel soms misschien een centrale verwarming. Het grote doel van hooggebouwen diende echt als een decor dat gecreëerd wordt om de spoorweginstallaties te verbergen. Achter deze gebouw dat jullie hier zien. Het gebouw is een hooggebouw en het heeft vlakke gevels. Het heeft niet veel decoratie, waardoor het goedkoop is. De architect heeft voor een kostbesparende architectuur gekozen. Hier in Leverikslietplaats bevond zich de NWW. De NWW was belangrijk voor Molenbeek, omdat de sociaal zwakkeren konden geen huizen kopen, maar de NWW zorgde huizen, goedkope huizen voor hun. De Molenbeekse huisdienst had een politiek waarbij er geen discriminatie was en waarbij er de sociale zwakkeren de eerste plaats krijgen voor hun woning. Om dit te bezorgen hadden zij hier 2 dingen gedaan. Eerst de basishuur beperken en de tweede de onderhoudskosten drukken. Nu gaan we de huizen van links en van rechts en van links vergelijken. Op rechts heb ik hier een huis gemaakt uit beton. Die is helemaal kleurloos. We vinden dat wat saai, maar een goed ding dat zij een tuin hebben en zij hebben ook wat ruimte tussen die huizen. Maar rechts, het is helemaal kleurlijk. Ik denk dat het meer geld zou kosten, maar er is weinig plaats en er is geen tuin tussen die. Ga naar je huis, arme arbeider. Mag je?
Maar hier kan wel gevolgen zijn van die twee verschillende huizen. Dus de mensen van de rechterkant kan discrimineren, omdat de mensen van de linkse kant wel goede huizen, kleurrijke huizen zijn. En dat kan ook op omgekeerde manier zijn, want ze hebben daar een tuin, maar helaas zijn niet. Dus dat is heel relatief en hangt af wat de persoon denkt. Meneer. Wacht even, wacht even. Ja. Heeft u tijd voor een interview? Misschien. Oh mijn god, maar ik wil graag de mening weten over dit gebouw eigenlijk. Ja. Wat vindt u daarvan? Eigenlijk, het is een zeer oude gebouw. Ik weet niet waarom ik hier leef. Gewoon... Ah. Interessante aspect van uw visie. Maar wat vindt u eigenlijk van de ramen? Oud, ze zijn echt oud. En de rondbogen eigenlijk, want ik zie je daar 1, 2, 3, 4, 5 rondbogen. Ik wist niet wat ze waren tot jij me zei. Dus heb ik u iets bijgeleerd? Misschien. Oké. Wat vindt u van de deurklinker? Eigenlijk, ik dacht dat was goud. Ik probeerde dat te stelen, maar dat is eigenlijk niet goud, dus... Ja, dat is een pech hoor. Maar u ziet ramen, een deurklinker, rondbogen en natuurlijk een mooie huisnummer 23, waar onze lieve meneer hier woont. Dus de architect gebruikt de basisarchitect-elementen. Maar je kan ook zien dat het een soort van decoratief is, omdat door de rondbogen. Maar dat is omdat de architect de sfeer wil verbeteren en het meer aangenamer wil maken. U zegt dat het een oude huis is, maar waarom heeft u het dan gekocht? En waarom leeft u hier nog steeds? Wel, in mijn tijden, dit was een goede huis. In mijn tijden, je kon niet vinden zoveel huizen met jouw eigen water, jouw eigen gas en jouw eigen tuin. Dus dit huis had drie goede voordelen. Jouw eigen gas, jouw eigen water en jouw eigen tuin. Dit kon je niet veel vinden en het was ook goedkoop. In 1902 startte de Molenbeekse huisvesting een bouwterrein op van 31 huizen aan de De Gogrestraat. Die naar het onderwerp van Emile Lambert werd eigenlijk gebouwd. Dus hij was inspiratie voor het onderwerp. Dit zijn namelijk allemaal kleine huizen bestemd voor één gezin. En het is, zijn eigenlijk hetzelfde en ook onveranderlijk. Het is een onveranderlijke plan. Er zijn twee kamers op de eerste verdieping, een kelder en een kleine tuin, dat wel goed is. Het is geen grote luxe, maar het is enkel het rudimentaire comfort is er aanwezig. En dat is nou belangrijk voor de toen die arbeiders. Nu zitten wij bij de Meissenmakerstraat. De straat is heel eentonig. Het is niet kleurrijk, maar de architectuur is geblokt. Je kan ook die bakstenen zien. Ze zijn wel wat verschillend van de kleuren, maar die zijn echt eentonig. En op het hoek van die straat waar het begint, zijn de appartementen hier aanwezig. Maar langs de straat zijn ze gewoon maar eenhuizig en geen appartementen. In deze straat kan je rijen huizen zien met drie deuren. Wat zeer vreemd is voor ons. Deze drie verschillende deuren zijn wel gemaakt in één gebouw waarin er verschillende woningen zijn. Dus in deze deur kan er één gezin wonen, in een andere deur kan een gezin wonen en in de andere deur kan een ander gezin wonen. De huizen zijn ontworpen door de architect Emile Lambeau. Hij moest een compromis vinden tussen de architectuur van een eengezinnig woning en van een gebouw waar meerdere gezinnen konden wonen. In 1917 voltooide hij hier 30 woningen, dus 10 gebouwen werden gebouwd. Hier zijn we in Le Chalet-Mortebeek. Het is een gemeenschappelijk lokaal van de wijk, beheerd door de Lombard Stichting, die nog steeds sociaal, cultureel en sportactiviteiten organiseert. Je kunt nog steeds vandaag sporten doen zoals Aikido of naar de speeltuin gaan. Op Le Chalet de Mortebeek
staat Les Foyers Collectif. Dat betekent gemeenschappelijke haarden. Dat staat ook Société Coöperatief. Dat zijn eigenlijk coöperatieve verenigingen. Dat is gesticht in 1921, dus fondé en 1921. Dat is wat erop staat op Le Chalet de Moortebeek. Jullie hier achter mij kunnen zien, is deze gebouw Le Chalet de Moortebeek gebouwd door Jos Mouton. Nu gaan we proberen de bewoners van Moortebeek te vragen of ze weten voor wat deze gebouw achter mij verdiende. Excuseer me, mevrouw. Ja. Weet u, bent u een bewoner van Moortebeek? Ja, ik leef hier in Moortebeek, ja. En woont u hier al heel lang? Of? Ja, meer dan 10 jaar, denk ik. Meer dan 10 jaar. En weet u voor wat deze gebouw hier voor ons diende vroeger? Een L-vormige gebouw? Ja. Vroeger was het hier een winkelcentrum en een apotheek, maar helaas is die gesloten. En ook de apotheek is denk ik in 2014 gesloten, dus nu is het gewoon een bureau van, om huizen te komen huren. Dat is het. Dankjewel. Een fijne dag nog. In de 19e eeuw, door industrialisering, kwamen veel mensen naar Brussel wonen. Dus omdat ze ook werk zochten, was er ook weinig... zochten ze ook sowieso naar woning. Dus veel mensen, omdat ze arm waren, woonden in heel nauwe doorlopende straten. Die straten waren heel vuil, donker en klein. En zo waren ook de huizen. Dat zorgde voor veel ziektes en ook een epidemie van cholera, waardoor veel mensen stierven in die tijd. Door al deze nadelen hadden mensen ook weinig ruimte, weinig privacy. Je kon zien wat iedereen deed. En mensen waren voelden zich niet veilig. Er waren veel ratten, ziektes. Zoals ik al zei, kreeg je cholera-epidemie. Zo hadden er veel mensen dood. Meer dan 3000 mensen gingen dood. En ook, het is pas later dat de sociale zich erin ging interesseren. Maar dat was gewoon... omdat ze vreesden dat de epidemie ging uitbreken bij de rijken. En ook omdat ze vreesden voor onrust in hun eigen wijk. En ze deden dat niet echt voor mensenliefde. De tuinwijk Moortebeek werd opgebouwd op initiatief van de collectieve Harden. Dus dit vennootschap werd dus opgericht op september 1921. In het Volkshuis in Brussel. Door socialistische arts Albert Marteau en Jan Lambert. De tuinwijk ontstond tussen 1923 en 1932. In het begin kwamen er hier 311 mensen wonen. De meeste waren arbeiders die naast Brussel woonden. En vele mannen waren krijgsgevangenen van Duitsland. Wat ze gemeenschappelijk hebben is de ervaring en ook hun wens om een eigen woonplaats te hebben met veel ruimte. Dus vroeger waren de huizen in de gangen geplakt en nu zijn er veel meer ruimte. Ze hebben, bijna alle huizen hebben 3 façaden. En ook wat vroeger was, is dat de huizen leken op een appartement, terwijl nu het lijkt echt op een huis. En vroeger waren de lampen op de huizen geplakt en nu zijn ze op straat. De voordelen van de huizen hier in Horatiusstraat zijn dat er meer intimiteit is, dat er meer privacy is. Zoals je ziet is het meer kalm, van zoals het hoort. De mensen hier hebben meer ruimte en iedereen heeft een tuin. En alles is schoon en perfect. Straatnamen dienden om de mensen die niet naar school gingen op te voeden. Zo koos Moortebeek straatnamen van bekende schrijver. Dus hier een voorbeeld van een straatnaam. Virgiliusstraat, dat is een belangrijke, beroemde Latijns dichter. Hij is geboren in de jaren 70 voor Christus en gestorven in de jaren 19 voor Christus. Heel veel mensen praten over de tuinwijk in Moortebeek. Maar wat is eigenlijk een tuinwijk? Het idee kwam eerst
van de tentstad die al in Engeland bestond. Dit moest problemen oplossen van wanorde, lelijkheid en ongezonde toestand van oude steden. Een tuinstad was te groot en te duur, dus daarom hebben ze tuinwijken hier in België gemaakt. Tuinwijken moesten de levensomstandigheden van arbeiders verbeteren. Tuinwijken werden in het jaar 2030 gebouwd om mensen met een laag inkomen in een mooi en comfortabel omgeving te laten wonen. Hoe vindt u het om hier te leven? Hij zei miauw, dus hij vond het heel goed om hier te leven. Kijk, hij gaat terug naar zijn achtertuintje. Bye! Vroeger werden achtertuinen gebruikt om moestuinen te maken, want mensen moesten zelf zorgen voor hun voedsel. Daarbij hadden ze ook kippen voor eieren te eten of om te verkopen. Nu kunnen mensen doen wat ze willen doen in hun achtertuinen. Deze huizen waren een grote luxe in de jaren 20 en 30, omdat mensen die daar woonden minstens 2 slaapkamers hadden, zodat ouders en kinderen apart sliepen, een woonkamer, een douche, toilet en een keuken. Voortuinen hier zijn heel proper en moeten ook proper behouden worden. Daarom mogen honden hun uitwerpselen niet hier laten. Struiken moeten ook een bepaalde lengte respecteren. En huizen moeten ook dezelfde kleur hebben. Ramen en deuren zijn ook allemaal bruin gekleurd. Nu weten we heel wat informatie over de tuinwijk in Moortebeek. Maar wat we eigenlijk niet weten is, wie woont er eigenlijk nu in deze Moortebeek? Heel wat bejaarden wonen hier in Moortebeek. Maar ook mensen die een gezin willen starten of hebben, wonen hier in Moortebeek. Omdat ze hun kinderen willen opvoeden en laten opgroeien in een mooie, relaxerende en veilige omgeving. De architect Jean-François Houben was degene die de leiding had over het hele project van deze huizen te maken. Hij werkte ook nog met andere 6 architecten. Deze foto kunnen zien, de architecten met wie Jean-François Houben heeft meegewerkt en welke architect elke deel heeft ontwerpt. In het jaar 1958 wilden ze voor de wereldtentoonstelling de toegang in Brussel vergemakkelijken. Dat gingen ze doen door de Shakespeare-laan te vergroten en te delen in 8 vakken en ook door het verbinden met de stadsring. Maar gelukkig is dat nog nooit gelukt. In 1979 organiseerden de bewoners van Moortebeek een aantal festiviteiten. Dat deden ze eigenlijk omdat Moortebeek terug een haven van rust is geworden. Nu bevinden we ons in de Agronoomstad. De Agronoomstad bevindt zich niet ver van de Peterbos. Hier, zoals jullie achter mij kunnen zien, heb je 1 gebouw. En in 1 gebouw zijn er 4 woningen. Hoe kunnen wij dat weten? Door de 4 brievenbussen die er zijn. 1, 2, 3, 4. Dus hier heb je 1 gebouw waarin er 4 woningen kunnen zijn. Er zijn heel wat voordelen in de wijk Moortebeek, maar er zijn ook natuurlijk ook nadelen. Die nadelen kunnen wij nu niet zien, maar vroeger waren er heel wat nadelen. De mensen die vroeger van hun oude huizen naar Moortebeek moesten verhuizen, hadden heel wat moeilijkheden omdat er de binnendeuren, de ramen, de elektriciteit, de stromende water, de riolen nog niet gemaakt waren. En ook dat de straten, de wegen, nog niet verhard waren. Daardoor, wanneer het regende, was het heel modderachtig. Daardoor moesten dus eigenlijk de mensen klompen gaan aandoen. En wanneer ze naar school of naar het werk moesten gaan, moesten ze bij een winkel gaan stoppen om hun normale schoenen aan te doen. Dat was onze buurtambassadeur van Moortebeek. Dus de Nou, Frans, wacht. Eik! Ik weet niet meer de naam. Twee van die redenen zijn transport. Hallo, ik ben zuster. Maar wat is juist industrialisatie? Hebben we het park van... Vroeger waren de ramen van... Tegen 1950 was er alles over... Iedereen vandaag was Jean-François... Wat
Non, désolé. Oh non. Van aan. Specialisatie. Ik ben volger. Hier voor de schoolingang van Sintio. Dus ik ga het hebben. Laat. Weet je. Laat niet alsjeblieft. Ha ha ha!